Goedenavond, luisteraars. Het is weer de laatste vrijdagavond van de maand en ik mag u weer welkom heten bij deze uitzending van Kerkelijke Ontmoetingen. Vanavond gaan u felicitaties en goede wensen naar hen die in de maand oktober iets te vieren hadden. En dat waren mevrouw C. Prins IJzerman, Leijsterstraat 25, mevrouw K. de Boer Roosendaal, Gelkenes 22, mevrouw W. de Kluiver Maasland, Fortuinplein 10, mevrouw A. J. den Hoed Stoel, Margrietstraat 39, mevrouw C. Hakkersteeg de Ooms, Willem de Zwijgerstraat 6, mevrouw A. Aversluis van Bezooien, Bennastraat 109, mevrouw F. M. den Hartog van de Grijn, Julianenstraat 90, de heer S. de Zeeuw, Achterland 33, de heer L. de Bond, Marijkenstraat 56, de heer P. Rietveld, Willigenweg 7, de heer H. van de Graaf, Bennastraat 45, de heer J. de Vos, Emmastraat 5 en de heer T. J. van der Ham, Leijsterstraat 36. Allen van harte gefeliciteerd en God zegen en nabijheid toegewenst. Ook een hartelijk welkom aan onze zieke, eenzame en bedroefde luisteraars. Mogen de Heer u vertroosten met een lied dat vanavond gezongen wordt of een woord dat gelezen wordt. Een gezegend luisteruur toegewenst, luisteraars. We beginnen vanavond met drie aanvragen voor Psalm 43. Mevrouw de Kluiver, mevrouw den Hoed en mevrouw Hakkersteeg wordt Gods genade en zegen toegewenst aan de avond van het leven met een hartelijke groet van Dickie de Groot. Huip van de Graaf wil alle jarigen in de gemeente een gezegend nieuw levensjaar toewensen met een hartelijke groet. En het laatste verzoek is bestemd voor alle jarigen, zieken en eenzamen en u wordt Gods kracht en nabijheid toegewenst in het nieuwe levensjaar met een hartelijke groet van Maaike Hakkersteeg. U hoort mannenzang uit Urk met Psalm 43, de versen 1, 3 en 4. Oh,
op het volgende verzoekje staat: Wouter Lauw wil ook namens zijn vrouw alle jarigen in de zaaien vermeld van harte feliciteren met de vermeerdering van hun jaren. Wij wensen u allen Gods onmisbare zegen en nabijheid toe. Wij gedenken ook alle zieken en ook hen die rouw dragen vanwege het verlies van een dierbare. Wij worden alle bepaald bij deze ernstige coronaziekte dat we met elkaar mogen bidden om Gods genade. De mens wil versoepelen, maar Gods wil zal geschieden in de hemel, maar ook op deze aarde. Dat we met David mogen zingen en bidden uit Psalm 25, vers 2, 6 en 10 met een hartelijke groet vanaf Fortuinplein. Een verzoek voor alle jarigen, zieken en eenzamen.
Henk Hendriksen wenst een ieder Gods onmisbare zegen en nabijheid toe met het lied Gij die treurt, kom met uw smart, daar is plaats bij het kruis. Breng uw leed, stort uit uw hart aan de voet van het kruis. Alleen, u loven wij, ja, wij loven u, o Heer. Deze psalm is aangevraagd voor mevrouw Akkersteeg, mevrouw Versluis en mevrouw De Nartog. Arie en Neerspelt wensen u de trouwe zorg van de Heere toe in het nieuwe levensjaar met een hartelijke groet.
voor u samenzang uit Geenemuiden met de versen 1, 4 en 6 van Psalm 75. Iemand zal gaan door de parelenpoort, zult gij dat zijn? Dit lied, gezongen door het Urkevisserskoor Crescendo, is aangevraagd voor de heer De Zeeuw, de heer De Bond en de heer Rietveld en de heer Van Raam. Dikkie de Groot wenst u Gods nabijheid toe in het nieuwe levensjaar met een hartelijke felicitatie en groet.
Ik wil graag een psalm aanvragen voor mijn vader, de heer J. de Vos uit de Emmastraat. Als het kan, psalm 68, vers 10. Dit schrijven Kees en Dinette en de kinderen Rietveld. U hoort samenzang uit Urk. Yeah.
Speciaal voor onze trouw meelevende buurvrouw mevrouw De Kluiver voor haar 84ste verjaardag. Zal een 85, 1, 3 en 4 met een warme groet van de buren Spelt en de nabijheid van de Heren toegewenst. U hoort samenzang uit Ede.
Een lied voor oma Den Hoed, die 11 oktober 95 is geworden, en voor oma De Kluiver, die 10 oktober 80 mocht worden. Van harte Godzegen in het nieuwe levensjaar toegewenst van Albert, Corrie en de kinderen. Graag het lied De Haven van Rust, gezongen door Ongeroens. Thank you.
het gedicht is van een onbekende dichter en er staat boven dicht bij u. Houd gij mij dicht bij u, o Heer, vat gij mijn hand gedurig weer. Laat mij niet zonder uw geleide, richt gij mijn schreden dag aan dag. Laat mij slechts gaan waar ik weten mag, dat gij er mee gaat aan mijn zijde. Want ach, ik kan alleen niet gaan, ik kan zonder u alleen niet staan. Het is zonder u zo akelig duister, te zwaar, te moeilijk wordt de strijd. Als mij uw hulp niet wordt bereid, bezwijk ik voor Satans gefluister. Met u alleen is het alles licht, daarom houd ik het oog gericht op u alleen. Wel klinkt mijn bede, houd gij mij dicht bij u, o Heer, vat gij mijn hand gedurig weer, schenk me uw geleide op mijn schreden. Plaatselijk Woord en Daadcomité wenst alle jarigen, zieken en eenzamen van harte Godzegen en nabijheid toe. En alle jarigen van de maand oktober krijgen een hartelijke felicitatie en groet van Adriaan Spek. U hoort samenzang uit Nieuw-Lekkerland met Psalm 42, vers 1, 4 en 5.
Beveel gerust uw wegen al wat u het harte deert, der trouwe hoed en zegen van hem die het al regeert. Dit lied is aangevraagd voor de heer De Bont, de heer Rietveld, de heer Van de Graaf, de heer De Vos en de heer Van Ram. Arie en Nispelt wensen u de trouwe zorg van de heren toe in het nieuwe levensjaar met een hartelijke groet vanaf Fortuinplein. De nacht van strijd en zorgen schrijdt de stoet der pelgrims voort, vol verlangen naar de morgen waar de hemel hen verhoort. Alle zieken, eenzamen en zij die een kruis te dragen hebben, krijgen ter bemoediging dit lied aangeboden door Dickie de Groot, en zij wenst u van harte godskracht en sterkte toe in al uw moeite, met een hartelijke groet vanaf Sluis.
mevrouw Hakkersteert en verder alle jarigen wordt een gezegend nieuw levensjaar toegewenst met een hartelijke groet uit de Willem de Zwijgerstraat van Klaas en Kobi van de Graaf. Uw goedheid, Heere, is hemelhoog. U hoort samenzang uit Genemuiden met Psalm 36, vers 2 en 3.
Mevrouw de Kluiver en meneer de Bond, u krijgt beiden het lied Er is een God die hoort aangeboden door Maaike Hakkesteeg met een hartelijke felicitatie en groet. En zij wenst u de nabijheid van de Heere toe bij het klimmen der jaren. En het wordt gezongen door het christelijk Waddingsvins mannenkoor De Gouden Stem. Wilt gij van zonde en schuld zijn verlost, daar is kracht in het bloed van het lam. Dit lied, wat gezongen wordt door Ongeroens, is aangevraagd voor mevrouw Prins, mevrouw de Boer en mevrouw Versluis, en er staat bij, Gods genade toegewenst in jullie nieuwe levensjaar
Met een hartelijke groet van Dickie de Groot. Muzikale felicitatie voor Siska den Hartog, mevrouw de Kluiver en mevrouw de Noet. En deze komt met een hartelijke groet van Adrie van Meerkerk. Voor u het lied Als de Heiland zal verschijnen in glorie op aard. Yeah.
het volgende briefje staat voor oma Huip voor zijn 91ste verjaardag van Teus, Siska en de kinderen. Graag Psalm 84, vers 1, 2 en 6. U hoort samenzang uit Geerdemuiden.
Ik wil met u lezen Psalm 130, een lied aan Maaloth. Uit de diepten roep ik tot u, o Heere. Heere, hoor naar mijn stem. Laat uw oren opmerkende zijn op de stem mijner smekingen. Zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat, Heere, wie zal bestaan? Maar bij u is vergeving, opdat gij gevreesd wordt. Ik verwacht de Heere, mijn ziel verwacht en ik hoop op zijn woord. Mijn ziel wacht op de Heere, meer dan de wachters op de morgen. De wachters op de morgen. Israël hopen op de Heere, want bij de Heere is goede tierenheid en bij hem is veel verlossing. En hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. De meditatie van vanavond is uit de berijming van Psalm 130 en het wel het eerste vers. Uit diepte van ellende roep ik met mond en hart tot u die heil kunt zenden. O Heere, aanschouw mijn smart, wil naar mijn smeekstem horen, merk op mijn jammerklacht, verleen mij gunstig oren, daar ik in mijn druk versmacht. Boven de meditatie staat, O Heer, aanschouw mijn smart. Dat is wel iets heel bijzonders dat deze man nog bidden kan. Zelf somt hij op hoe ellendig hij er aan toe is. In diepten van ellenden verkeert hij, hij heeft smart. Zijn stem is een smeekstem. Het enige wat hij van zich kan laten horen is zijn jammerklacht. Een uitzicht heeft hij zonder God niet meer. En dat beleidt hij in alle armoe ook, daar ik in mijn druk versmacht. Niet gering, deze mate van ellende. Menigeen zou dan ook niet meer bidden, niet meer kunnen bidden, er te wanhopig, te versmacht voor zijn. Sommigen willen dan ook niet meer bidden. Ze komen in opstand tegen God die dit allemaal toeliet. Ze nemen het hem kwalijk, ze gaan schreeuwen, vloeken ook tot God. Of een mens durft niet meer te bidden. Mag ik wel bidden, zo vragen ze. Mag ik wel bidden of God verandering wil geven? Zou het geen straf op mijn zonde zijn? Maar te midden van al deze mensen staat nu voor ons deze psalmist. En zie, hij bidt. Hij kent de eeuwige armen van onderen, die hem uit wanhoop en opstand, uit moedeloosheid en ongeloof redden, die hem hooghouden, hem opdragen voor de troon der genade, zodat hij bidden kan, bidden wil en bidden durft. O Heer, zo roept hij uit, aanschouw mijn smart. Een bijzonder gebed in deze rampspoed, een genadegeschenk, zo zou men dit gebed kunnen noemen. Het is een gebed van geloof, van hoop en van liefde. Van geloof allereerst, omdat hij in alle wanhoop, te midden ook van alle redenen tot wanhoop, zich tot zijn God blijft wenden. O Heer, met open ogen des geloofs roept hij hem aan, en hoopvol aan. Hij zegt niet, u kunt er toch niets meer aan doen. Dat is toch allemaal te erg, hier is toch geen redden meer aan. Nee, hij hoopt op God, hoopt zelfs dat hij heil zal zenden. Een hoopvol gebed. Maar vooral ook de liefde van hem voor God is hoorbaar in zijn woorden. Want zo'n vraag, O Heer, aanschouw mijn smart, kan alleen maar klinken in een verhouding van liefde, niet in een verhouding van angst. Als ik bang ben voor iemand, zal ik nooit of te nimmer vragen of hij mijn zwakke punten eens wil bekijken. En als ik angst heb voor God, zal ik nooit mijn ellende naar voren brengen. Dan kan het immers alleen nog maar meer ellendig worden. Dan zal hij immers nog meer gaan tonen, zeggen, dat komt er nou van, of, wie niet horen wil, moet maar voelen, of, eigen schuld. Nee, waar angst is, daar is verberging. Adam en Eva verborgen zich dan ook in de hof, zodra zij hadden gezondigd en bevreesd waren voor de straf van God. Maar, waar liefde is, wordt de verberging opgeheven, en daar komt men tevoorschijn, naakt. Daarom komt God in zijn openbaring tevoorschijn uit de hemel naar de aarde. En daarom zoekt hij in Jezus Christus de zondaren op. Hij is niet bang voor de zondaar. Hij heeft hen lief en de liefde draait hem tot hen uit. Maar zo is het ook omgekeerd. Van de mens tot God, van de mens tot Christus. En zo moet het ook zijn of worden tussen de mens en zijn naaste. Niet verbergen die zonde, maar belijden. Belijden in het gebed, uitgedreven worden tot die ander in liefde, komen tot hem en smeken, O Heer, aanschouw mijn smart.
Alleen wie lief heeft vraagt dat, wie angstig is, die zwijgt. En alleen wie de liefde van de ander kent, erin gelooft, erop hoopt, vraagt dat. Wie aan Gods liefde twijfelt, zwijgt. Een gelovig gebed, een hoopvol gebed en een zeer liefdevol gebed. O Heere, aanschouw mijn smart. Ten slotte is het ook, zeer duidelijk, een uitermate bescheiden gebed. Want hij vraagt niet, wat toch menigeen in zijn situatie wel gevraagd zou hebben, verdrijf mijn smart, vernietig mijn smart, ban mijn smart uit. Dat vraagt hij niet. Ook zegt hij, wil naar mijn smeekstem horen en niet verhoren. En merk op mijn jammerklacht en niet beantwoord mijn jammerklacht. Zijn bescheidenheid klinkt teer in alle regels door. Verleen mij gunstig oren en niet geef mij rijke verhoring. Dat hangt samen met de liefde waar we zojuist over spraken. De liefde wenkt de geliefde niet om prestaties en deugden en indrukwekkendheden te aanschouwen. Dat doet de angst wel om bezworen te kunnen worden. Maar de liefde wenkt de ander om vooral de noden, de ellenden, de zonden en de schulden, de onverbloemde naaktheid te aanschouwen en daarin aanvaard gered te worden. Maar de liefde vraagt dat alles zeer bescheiden, niet gulzig, niet eisend. Let eens op die ene moordenaar aan het kruis, naast Jezus. Red uzelf en ons, vroeg hij, maar hij kreeg geen antwoord. Het was een liefdeloos, zelfzuchtig gebed. Maar de andere moordenaar vroeg, gedenk mijner wanneer gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Die kende de liefde, de bescheidenheid, de aandacht en zorg voor Christus. Als het u uitkomt, dan pas als het u schikt. En rijk wordt hij veroord. Ik zeg u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn.
alle zieke, eenzame en bedroefde luisteraars is ter bemoediging Psalm 86, vers 4, 5 en 6 aangevraagd door Arie en Nees Pelt. En zij wensen u de nabijheid van de Heere toe in alle zorg en pijn met een warme groet vanaf het Tuinplein.
Mevrouw Den Hartog, de heer Van der Graaf en de heer De Vos, wordt God zegen in het nieuwe levensjaar toegewenst met een hartelijke groet van Dikkie de Groot. De Urkenmannenzangvereniging Ongenoemd zingt het lied Heer, wees mijn gids op heel mijn levenspad. Mevrouw J. Domburg den Boer,
Gods zegen en nabijheid in uw nieuwe levensjaar wordt u toegewenst namens alle leden van de Vrouwenbijbelkring Lydia, voorheen Vrouwenvereniging Bid en Werk. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. Psalm 89, vers 7 en 8. Van u zijn alle dingen, van u, o God alleen, van u de zegeningen, o hoorder der gebeden. Dit lied, wat gezongen wordt door het Urkevisserskoor Crescendo, is bestemd voor mevrouw Prins, mevrouw de Boer en mevrouw den Hoed. Arie en Neespelt wensen deze drie dames de trouwe zorg van de Heere toe in hun nieuwe levensjaar met een hartelijke groet. Thank you.
alle jarigen, zieken en alleenstaanden wordt de nabijheid van de Heere toegewenst met een hartelijke groet van Teus en Siska den Hartog. U kunt luisteren naar psalmgezang uit Katwijk aan Zee met psalm 9 vers 1, 2 en 11. Zie de leliën op het veld, zie hoe schoon zij bloeien. Wie doet daar van zorgen vrij, daar zo heerlijk groeien? Een muzikale felicitatie voor Teun van der Ram is aangevraagd door Adrie van Meerkerk met een hartelijke felicitatie en groet vanaf Bergstoep. U hoort Elspeets Mannenkoor Con Amore met de jongens mezzosopraan Hans Veldhuizen.
Mevrouw Danoet, u wordt het lied Tel uw zegeningen aangeboden voor uw 95e verjaardag door Henny en Janny IJzerman met een hartelijke felicitatie en groet. Het laatste verzoek voor vanavond is bestemd voor oma Huip. En dat is het lied Wat de toekomst brengen mogen, gezongen door Onge Roens. Oma Huip krijgt een hartelijke felicitatie en groet van de hele familie van de Grijn.
Luisteraars, we zijn weer door de verzoeken van vanavond heen. Ik wil u bedanken voor het inzenden en het luisteren en hoop dat het voor u tot troost en zegen mocht zijn. Zo de Heere wil, tot de volgende keer en een goede zondag toegewenst.